wat gaat er hier plaatsvinden straks? Als tenminste, in ieder geval gaat plaatsvinden hier een 8 uur durend concert op 4 vleugels van Simeon den Holt. En dat is ononderbroken. Er worden geen geluidsbanden genomen om stukken van die middag te overbruggen. Af en toe gaat er wel een pianist weg om even bij te komen. Maar ze spelen 8 uur aan een stuk. Vanaf 3 uur tot ongeveer 10:30. Maar ik heb wel wat hoog. Ja, natuurlijk. Het wordt een kleine plank. Iedereen weet ook, hoor. En het podium doorrollen zoals in de auto. Ja. Oh, kunt u zich misschien even voorstellen? Me voorstellen, hoe doe je dat? Mijn naam noemen? Ja. Ik ben Simeon. Wat heeft u voor muziekstukken geschreven? Wat heb ik voor muziekstukken geschreven? Nou, vandaag gaan we dus hier een van die muziekstukken horen en dat is Lemniscaat. Maar goed, het is geen antwoord op de vraag. Hè? Wat voor soort muziekstukken? Ik heb alle mogelijke soorten muzieken geschreven. Maar de laatste jaren lijkt het zich te ontwikkelen in een richting van grote stukken die eigenlijk vrij zijn voor de toetsinstrumenten. Waarbij het aantal eigenlijk variëren kan. Dus ook nu Lemniscaat, het wordt nu gedaan door 4 mensen. Maar het kan bij wijze van 2 tot 20 mensen zijn die eraan deelnemen. Het is een soort open scenario. En ook de tijdduur wordt door de spelers zelf bepaald. Het stuk is zo opgebouwd dat daar gewoon ruimte. Of is in de structuur zodanig ingericht dat de mensen er een heel korte versie van kunnen maken, maar ook een hele lange. We hebben bijvoorbeeld van dit stuk de première een paar jaar geleden. Dat heeft 30 uur geduurd. Dag en nacht echt, helemaal continu. Dat was een soort experiment om te onderzoeken in hoeverre de tijd een soort eigen rol gaat spelen. Bent u hier naartoe gekomen? Wij hebben thuis die Canto Ostinato en dat hebben we uren achter elkaar gedraaid. En dat heb je gewoon nodig weer. Het gaat gewoon door hier. We wonen hier vlakbij.
Dus ik denk dat we het van huis uit hier kunnen horen. Wat trekt u het meeste aan in de composities van Simeon? Van Canto en Lemniscaat, het hypnotiserende effect. Dat was mijn liefde. Naartoe gekomen? Omdat ik Simeon ten Holt, daar heb ik een project mee gedaan. In de Arnhem Theaterproject. En hij heeft wel over zijn muziek verteld en zo. En daar ben ik hier naartoe gekomen. Bevalt het muziekje? Of? Ja, ik vind het echt heel erg mooi. Ik zit echt helemaal te genieten. Want ik heb voorheen eigenlijk nooit echt zijn muziek gehoord. Dit is voor het eerst dat ik nu echt zijn muziek hoor. Wat vind jij ervan? Vind je de muziek mooi? Ik vind het ook leuk. Vind je het ook? Vind je het leuk? Ja. Dankjewel. Hij was er als baby al dol op. Wat zeg je? Hij was er als baby al dol op. Op de plaat, Canto Ostinato. Daar wiegt ik hem altijd mee in slaap. Ja, dat is echt mooi. Bent u hier naartoe gekomen? Omdat ze het leuk vinden. Wat trekt u zo aan in deze muziek? Het is interessant. We gaan ook altijd naar die avonden van de werkgroep Hedendaagse Muziek. En soms is het verschrikkelijk om aan te horen. Maar het is altijd boeiend om te zien welke kant het op gaat. Ik geloof dat het in ieder geval mensen confronteert met het idee van variatie binnen het kleine. Dat is natuurlijk in alle muziek, alle klassieke muziek en alle zeg maar, muziek die interessant is, is dat aan de orde. Maar ik kan me voorstellen dat deze muziek natuurlijk mensen ook erg aanspreekt nu, omdat we leven in een tijdperk van netwerken. En, computernetwerken en deze muziek is ook een soort netwerk. Het vervlecht, alles gaat in elkaar over als vezels. En ik denk dat dat op de een of andere manier bij de mensen erg mee resoneert. En het punt is wel, dat vereist een heel eigen uitvoeringspraktijk, zulke soort muziek. Het is natuurlijk eigenlijk meer verwant zeg maar, met bepaalde muziektradities uit Afrika of uit het oosten, uit Bali. Hè, waar je ook heel sterk dat idee hebt van, ja, iedereen speelt hetzelfde, maar het gaat ook heel erg in elkaar over. Het vervlecht als een soort tapijt bijna. En ik geloof dat Simeon dat in deze muziek heel erg aan de orde stelt. En dat is, vind ik, een heel aantrekkelijk aspect. Het maakt deze muziek, denk ik, van deze tijd.
Wat is uw indruk van het verloop van het concert? Nou, tot nu toe, de tegenslag van het weer in aanmerking genomen, gaat het eigenlijk heel goed, geloof ik. Ja, ik beweeg me bescheiden een beetje, als een schim probeer ik te zijn, maar ik had de indruk dat Jos heel erg tevreden was. En nou ja, dat moeten we dan maar, dat lijkt me toch wel heel verheugend, ja. Thank you.